Op de COVID-persconferentie van vandaag is bekendgemaakt dat scholen en markten gesloten blijven voor de komende 2 weken. De regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van de bestrijding van het COVID-19-virus. Veel maatregelen zijn echter gewoon verlengd. Zo geldt de avondklok nog steeds van 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend en blijft het samenscholingsverbod gehandhaafd. Minister Amar Ramadien gaf aan dat er toch enkele wijzigingen zijn. En het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Maatregel 3, bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID-maatregelen. Maatregel 4. Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan. Met uitzondering natuurlijk van de individuele sportactiviteiten. Daar staan we nog steeds achter dat u moet gaan bewegen, want dat versterkt uw weerstand en helpt ook de gezondheid op peil te houden. Maatregel 5 is dat personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water uitsluitend is toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. We leggen de nadruk hier dat vanaf de komende tijd extra gelet zal worden op een stukje naleving van de protocollen. En de verantwoordelijkheid ligt bij de burgerij, maar ook degene die de toestemming geeft om in de bus te komen, daar zal ook benadrukt worden hoe belangrijk het is om personen alleen met een mondkap toe te staan in de bus en dat het gedurende, of in de boot, dat het gedurende die trip continu opgehouden moet worden. Amar Ramadien, minister van Volksgezondheid, minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, zei dat de COVID-brigade hard zal optreden. De controle zal worden opgevoerd en het moet niet vreemd zijn als bedrijven zullen sluiten. We willen niet dat 1 bedrijf door niet na te leven de hele sector dupeert. Dus wij gaan ervoor zorgen dat in de COVID-brigade die wettelijke voorzieningen zijn om hard op te treden daar waar het nodig is. Dus het betekent niet een verslapping, het betekent een meer gecontroleerd, verantwoorde normalisatie of richting van normalisatie. Als het nodig is op medische gronden om andere besluiten te nemen, dan zal dat advies van het Outbreak Management Team ook komen. En dan zullen de regering er niet voor terugdeinzen om die maatregelen aan te scherpen. Dat was dus minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken. Hij sprak vanmiddag op de COVID-19 persconferentie van het cluster ministerieel team. Restaurants en andere commerciële lokaliteiten zijn nog steeds gesloten. Ze mogen slechts afhaal- en bezorgingsdiensten inleveren. Bezorging mag nog steeds tot 10 uur 's avonds.